kunnen beter een chemische peeling doen. Gaan we... ik heb een pukkel. Ik heb het liefst, zou ik hier gewoon ladingen retinol op smeren. En dan geen botox, maar toch. Het is mijn, it's my lucky day. We gaan vandaag een video maken over botox in mijn kin. Ja, en mijn kin is onrustig. Dat heb ik nou eenmaal. Als ik stress heb, krijg ik gewoon een onrustige kin. Ik kan het niet ontkennen. Dus kijk eromheen. Het leuke altijd bij botox in mijn kin, dan zeggen mensen in je kin. Hoezo in je kin? Nou, ik vind het een van de meest dankbare behandelingen. Ik ga hem gewoon vanaf deze kant doen. Kijk eens. Een stuk beter. Ik vind het een van de meest dankbare behandelingen. Omdat je huid wordt er zo rustig van. En je kin wordt er zo rustig van. En altijd als ik gespannen ben, wat ik dus heb als ik stress heb, dan ga ik dus zo. En dat kan je dan dus niet meer. Al die putjes. Al die putjes. Ja. De putjes die ik heb, verminder ik met botox. Is het een populaire behandeling? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Hoewel, ik moet wel eerlijk zeggen, wij moeten vaak mensen er wel op wijzen op de mogelijkheid. Er zijn relatief weinig mensen die daar primair gelijk voor binnenkomen. Behalve ik. Nou, ik vind het... Ik weet niet of jij ooit die vraag hebt gesteld eigenlijk, of dat we hebben gezegd van dan wist je dat... Ja, want zo gaat het vaak, het gesprek. Dat iemand voor botox van een andere regio of van een heel ander probleem komt. En zegt van, wist je dat je botox op je kin kan doen? En dan is altijd de reactie, oh ja, waarvoor dan? En dan wijs ik op die kuiltjes inderdaad, hè, die sinaasappelhuid die ontstaat bij het aanspannen van de spier. En dat is de kinspier, die loopt van het puntje van de kin naar de lippen. Die loopt dus verticaal omhoog, of naar beneden, zo je wil. En... die kun je verslappen met één of met twee prikjes aan de onderkant. En dan span je die spier ongemerkt minder aan. Stiekem heb ik dus net gezegd, ach, als je dan toch bezig bent. Ik ga op vakantie en neem mee botox in de frons. Want ik vind dat zo lekker op vakantie. Ja. Dat het even rustig is. Als de zon zo schijnt. Ja, anders krijg je van die witte streep. Anders krijg je van die witte streep. Kijk, en ik kan echt... weer heel goed fronsen en alles. Ik kan eigenlijk... Ik ben totaal botoxloos. Dus die doen we even mee. En toen zei Stefan net, ja, het is ook goed om het samen te doen vanwege de antilichamen. Toch? Klopt, want als je bijvoorbeeld nu over 4 weken zegt van doe mijn frons eigenlijk maar. Dan betekent het dat je dus meer keer gaat injecteren. En hoe vaker je injecteert in een periode van 3 maanden. Ja. Dat is het interval wat we beschouwen. Hoe vaker je dat doet, hoe groter de kans is dat je eigenlijk iemand aan het immuniseren bent. Voor botox. Voor botox. Dus je bent aan het vaccineren dan eigenlijk. Hè, zoals een vaccinatieschema werkt. Ja. Dus het liefst wil je alles in 1 keer en dan hooguit een touch-up na 2 weken. Maar dat moet het dan ook zijn. En je wil niet na een maand of na 6 weken weer een andere regio doen. Maar je wilt eigenlijk dus dat al die regio's synchroon lopen. Ja. Of dus, je slaat hem over nu, maar dan moet je in het beste, in het ideale geval, moet je dan 3 maanden wachten. Ik wil hem. Volgens mij had ik weinig overredingskracht nodig. Nee, ik was zeer enthousiast. Kin. Of kin. Ja, doe eerst even de kin en dan daarna doe ik je frons. Nou, ik ben er klaar voor. Eén prik. Eén prik. In jouw geval is het 1 prik. Soms zie je meer 2 spierbuiken. Links en rechts, dan doe ik 2 prikjes. Oké. In het midden. Tot op het bot. Dan haal ik hem heel langzaam eruit. Met opzet. Zodat als die naald nadruppelt, die botox ook nog. Nou, je ziet er niks meer van. Je ziet ook geen bloed. Nee, het is wel niks. Belangrijk dat je nu 6 uur lang daar geen druk op uitoefent. Dus niet dat je straks een boek gaat zitten lezen of... Dat je niks eronder zet. Want dan zou je hem kunnen verplaatsen naar de spieren die hier en hier lopen bijvoorbeeld. En moet ik nog zo, zoals bij de fronsrimpel moet je... Ja, dezelfde oefening zo. Doen. Ja, het eerste uur, elk kwartier, een paar keer. Ja, niet charmant, maar...
Zometeen wel. Ja, op de fiets even. Ja, op de fiets. Ja. Nou, kijk. Ik kan nog alles. Maar over 3 dagen niet meer.